Aduard is gewoon de club waar je bent begonnen. Het dorp waar je geboren en getogen bent. Maar ook een club is die ook wel een beetje gewoon is als beetje vergelijking als Cambuur. Het is hier ook gewoon van, doe maar gewoon normaal, dan doe je al gek genoeg. Ik hoef hier niet aan te komen van de jongen die betaald voetbal heeft gespeeld en ik ga het hier wel even vertellen. En zo zit ik niet in elkaar, maar zo zouden ze dat hier ook niet accepteren. Nou, ik ben gescout. Ik heb toen 3 jaar contract getekend bij Groningen. Met het idee dat ik gelijk verhuurd wou worden om ervaring op te doen. Ben ik begonnen bij Veendam, 34 wedstrijden gespeeld. En ja, daarna kwam Cambuur eigenlijk al om de deur. Als ik Cambuur moet samenvatten in 3 woorden, dan is dat wel lastig. Het is sowieso volksclub. Het is echt het Feyenoord in het kleine, de club van het volk. Sfeervol en ja, wij noemen het altijd de mooiste kutclub van het land. Het is misschien, je mag het misschien niet zeggen op televisie, maar we zijn gewoon de mooiste kutclub van het land. De leukste kutclub van Nederland. Ik zou het zo niet noemen, maar ik begrijp dat wel. Wij hebben altijd een enige aarzeling of als het goed gaat, of het wel zo goed blijft. Er is altijd wel wat. We zijn heel kritisch. Wij zeuren ook altijd en het is nooit goed. Het was nooit wat, het is nooit wat en het zal ook nooit wat worden. En dat is een mentaliteit die we wel best wel in heel veel dingen hebben. Maar het mooie is gewoon dat als je ziet naar hoe Cambuur zich de laatste tijd ontwikkeld heeft. En ook mede door mensen van buiten de provincie, hè, die in de directie plaats nemen. Dat je ziet dat daar iets van zelfbewustheid voor in de plaats komt. Ja, en als je nu terugkijkt, waar is dat dan gebeurd? Nou, dat is het moment geweest, op het moment dat de hoofdtrainer Alfons Arts wegging. Henk de Jong nam zijn plek in. En toen zag je dus, dat was op 2/3 van het seizoen, dat langzaam maar zeker, bij iedere wedstrijd klommen we weer wat naar boven. Maar we hadden maar één ding, we moesten iets forceren in denken, in doen, in anders denken. Want als het zo bleef als het was, ja, dan hadden we het ook goed gedaan, maar niet. Wij hebben toch geprobeerd wat te doen. En de eerste wedstrijd, jongens na 20 minuten eruit halen. Ja, toen hebben we gewoon gekke dingen gedaan. Gekeken, we hadden een keeper met rood haar die alles bij elkaar schreeuwde. En eigenlijk hebben we die daarom in de goal gezet. Vanwege zijn rode haren en zijn schreeuwen. Ze deden verder niks voor elkaar onder. En dan krijg je de apotheose. En dat was echt een Max Verstappen scenario. In de laatste ronde, een paar bochten voor het einde, Cambuur wordt kampioen. 3-2 als die tempo maakt. Bakker is mee. Tigadouini gaat het helemaal zelf doen. Tigadouini en dat is de 2-0 dan uiteindelijk voor Cambuur. En de goal die de promotie wel aan zeker maakt. Op de allerlaatste speeldag. Geen moment bovenaan gestaan. De hele competitie niet. Daar gaat hij. Een prachtig moment voor Cambuur. Na 13 jaar terug op het hoogste niveau in Nederland. Kijk, ik was op dat moment hoofdtrainer, maar ik had niet de diploma's. Dus en toen hebben we gezocht naar een nieuwe hoofdtrainer. Ja, samen met Geert van der Belt en met Jan Bruins, Sander van der Heijden. En mijn persoontje zijn we uitgekomen bij Dwight Lodewegens. Maar hij paste precies bij ons. Als je hem hoort praten over voetbal, dan krijg je nu gewoon kippenvel van. Dat is een voetbaldier. En ja, dan moet je als Cambuur zijnde in de Eredivisie spelen. Dat was voor ons nieuw, dat was voor de club nieuw. Maar Cambuur kwam duidelijk als een underdog in die Eredivisie. Je hebt 2 soorten underdogs. De ene, ja, daar heb je echt medelijden mee, het Calimero-effect. En de andere, dat is de underdog, die krijgt de gunfactor. En dan word je uiteindelijk een favoriete club in Nederland waar spelers heel graag heen willen. Een Ramon Leeuwin, die na zijn kruisbandblessure bij ons kwam te voetballen op kunstgras. Nou ja, dat is ook altijd maar een bepaalde gok die je neemt. Dat pakt heel goed uit. En vooral één ding wat we toen zeiden tegen elkaar was, dit hele jaar wordt een mentale battle en een gevecht. Een gevecht van, wij gaan wedstrijden verliezen, maar er zijn andere clubs die het ook verliezen. Hoe snel kunnen wij ons herstellen van die nederlaag om door te kunnen naar de volgende wedstrijd?
Op het eind gaan daar clubs die gaan opgeven en die zakken zo weg. Maar als wij elke keer, als we zouden verliezen, heel snel kunnen herstellen, dan kunnen we het weekend erop gewoon weer hartstikke mooie dingen doen. Vanaf het begin van het seizoen stelt de KNVB een speelschema, die leggen ze voor. Ja, als je daar dan als PSV zijnde om gaat vragen om een mindere tegenstander te krijgen. PSV bestond 100 jaar die dag. En ze wilden er ook één groot feest van maken. Een leuke wedstrijd tegen een makkelijke tegenstander. Heel veel doelpunten. Ik zou eerlijk vertellen, ik was een eerste assistent. En dan had je Jan Bruin en Sander van der Heijden. Dat waren de andere assistenten. Nou, en Dwight is keurig netjes. Maar wij, en dat probeer ik nu nog altijd erin te brengen. Wij zijn wel bandieten. Dus volgens mij heeft PSV niet gevraagd om een makkelijke tegenstander, maar om een redelijk makkelijk te organiseren wedstrijd waar niet al te veel problemen waren. En daar hebben wij van gemaakt dat zij een makkelijke tegenstander wouden. En dat hebben we echt opgenaaid en daar hebben die spelers mee opgenaaid. En dat vonden wij prachtig. Dat weet van mij, weet Dwight het niet eens. Maar je wilt iedere keer eigenlijk dat gevoel wat je hebt met z'n allen, dat het gewoon blijft en dat het gewoon ingepeperd wordt van ja, hier gaan we gewoon iets van maken. En toch, dan knaagt het aan je. En ja, daar moet je dan toch iets mee doen, vind ik. Dus echt op het allerlaatste moment zijn we nog naar mijn ouders gegaan om een spandoek op te halen. Een oud laken. En zo hebben we met spuitbussen hebben we dat spandoek nog even snel gemaakt. Cambuur, feestmaal, in geen 100 jaar. Nou ja, ik merkte toch wel dat er wel een bepaalde druk op stond. Dat het voor hun moest. Alle toeters en bellen eromheen. Alle spandoeken, hele stadion vol. Het geluid was niet normaal was. Ik heb 5 minuten niks kunnen horen, denk ik. Schitterende entourage. Die past bij het eeuwfeest van een van de grootste clubs van Nederland. Je zit zelf in een cocon en je ziet wel dat er allemaal dingen, activiteiten gaande zijn. Maar ook als trainer, ik denk ook als speler, dan zie je dat wel. Maar het gaat eigenlijk een beetje langs je heen. Want je moet gaan spelen daar, hè? Tegen PSV. Kom nou, hè? Vooral. Hè? Zo. Dus dat was het van. Goed willen doen, willen slagen, hè? Je eigen duur verkopen. Doe maar, de dingen uitvoeren die we hebben afgesproken. Maher en Locadia staan klaar voor de aftrap. Op de dag dat PSV dus exact 100 jaar bestaat, is hier de aftrap van PSV tegen Cambuur. Locadia weer de eerste paal, Wijnaldum biedt zich aan. Voorzet Maher. En in de korte hoek goed gereageerd door de keeper van Cambuur, Leonard Nienhuis. We zaten overal kort op. Maar ook gewoon vanuit ons spelprincipe. Ook van tevoren wat we bedacht hebben. We willen gewoon ons eigen spel spelen. Willems. Paas is goed van snelheid. Depay houdt het over zich niet. Want Locadia was hier niet aan speelbaar, Maher wel, maar daar gaat de bal niet naartoe. Ik denk dat je dat ook zag, dat wij wel zoiets hadden van hier gaan wij een stokje voor steken. Dus dat was al iets van, hey, dit klopt eigenlijk wel. Hè? En je zag ook, en ik weet ook nog wel, dat het moment dat wij de bal wonnen, dat we zelf ook kansen kregen in de counter. Is goed bedacht, bovendien de uitvoering is perfect. En dan is de voorzet ook heel bruikbaar eigenlijk van Lukoki. Je kon wel speldenprikken uitdelen, dus dat hun eigenlijk dachten van we moeten wel opletten, want ze zijn heel gevaarlijk in de counter. En dat waren we, dat hebben we gewoon goed gedaan. Overleg op de bank tussen Van der Weer, de Faber en Cocu. Extra tijd zit erop. Willems, Depay. En hier kan Bakker de bal weg gaan halen, dat doet hij eigenlijk niet voldoende, maar daar is wel het laatste fluitsignaal van scheidsrechter Dennis Hichler. Een licht fluitconcert zelfs. Op een hele feestelijke dag voor PSV, zo aan het einde van de eerste helft. Het staat hier in Eindhoven, halverwege 0-0. Kijk, als de boys daar komen, die zitten helemaal vol. Die hebben 45 minuten gespeeld. Dus gewoon even rustig, lekker zitten, tot jezelf komen. En als dan de hartslag een beetje gedaald is en ze hebben wat gedronken, dan ga je wat dingen aangeven. En dan gaat het altijd weer vanuit je principes. Hè. Hoe wil je spelen? Wat doe je? Waar heb je nou al maanden op getraind, hè, en proberen te verbeteren? Dat ga je aanhalen. Dus niet veel kansen weggegeven, dat motiveerde ook richting de tweede helft. Dus het zat er al heel vroeg in van, het kan, hè? We kunnen.
frustratie op het gezicht bij Stijn Schaars. Vijfde minuut na rust. Hendricks kapt een mannetje uit. Hendricks en aan de onderkant lat, geen goal. Maar wat is hij dan dichtbij, de 18-jarige centrale verdediger? PSV uiteindelijk de betere kansen en de bal onderkant lat. Maar wij ook echt onze mogelijkheden. En Brands, die erin was gekomen, die kon hem eigenlijk binnenschieten. Kreeg hem net niet goed mee. Snel kan hervatten. Brenet gaat in de fout. Brands neemt over. Brands kruist voorlangs, maar raakt controle over de bal kwijt. Schaars gaat het doen voor PSV. Stijn Schaars. Nienhuis. Ja, gedurende die wedstrijd ging dat steeds meer leven. Hè? Dus je ziet ook juichmomenten als die baas die bal mist of Leonard pakt een bal. Ja, Toivonen kwam op dat moment erin. Die had eigenlijk de grootste kans van de wedstrijd. Dat was een killer, hè? Ik bedoel, dat was echt man. Jozefzoon zou het Dijker misschien toch wel lastig moeten kunnen gaan maken. Hij is nog fris, Florian Jozefzoon. En hier is Toivonen! Hoe krijg je dat nou voor elkaar? Ja, ik zeg eigenlijk wat toen ook in me opkwam, dat ik zei van hoe kan je eigenlijk zo'n grote kans missen? Raak je hem verkeerd of op welke manier dan ook probeer je die spelers een beetje te raken natuurlijk. Als zulke ballen er al niet in vliegen, dan krijg je toch wel een gevoel van nou, zou het vandaag dan toch gaan lukken? Blijft het vanavond op nul steken, daar lijkt het wel op. Vrije trap voor Wijnaldum. Als de extra tijd erop zit. Laatste kans voor de ploeg van Cocu om nog de winnende te maken. Lodewegens moppert. Natuurlijk ook bij Cambuur is de spanning groot. Zoeken naar Bruma. En hier is de bal voor Nienhuis, gevolgd door het laatste fluitsignaal van scheidsrechter Dennis Hichler. En kijk naar de ontlading bij de spelers van Cambuur. Want niet alleen pakt Cambuur het eerste punt in dit seizoen in een uitwedstrijd. Het pakt voor het eerst in de geschiedenis een punt op bezoek bij PSV. En dat doet het nog wel op de dag dat PSV 100 jaar bestaat. Ja, dan speel je daar gelijk. Hè? En na de tijd ook hebben we er natuurlijk ook om gelachen dat we daar gelijk spelen. Kijk, dat wil ik graag, wat ik net ook zei, van onze eigen jongens. Wij moeten eigenlijk de bandieten van de competitie zijn. Dus overal proberen goed te voetballen. En als het moet ook strijden, maar laten zien wie we zijn. Dat zelfbewustheid, wat ze voor ogen hadden, dat groeide daar. Wat bandietjes betreft, dit is een omslagpunt in het Cambuurdenken. In het bandieten zijn, maar ook, oké, als we echt willen, dan moeten we alles eruit halen. En geen bescheidenheid of valse bescheidenheid. Je mag wel bescheiden zijn, maar valse bescheidenheid kan niet. Ja, dit was echt een moment dat we voelden. Oké, dan kunnen we een heel eind komen. En je zag ook met de wedstrijden dat het beter en beter werd. De winterstop hadden we niet eens heel veel punten. Ik meen een punt of 16 of 18 of zoiets. Maar we wisten al, het zit eraan te komen. Eerste mogelijkheid voor Cambuur. En die bal die vliegt erin. Via Elvis Madu. En Cambuur neemt in de vierde minuut al een hele voorsprong op Heerenveen. Wat gaat het doen? Er is het geen reaal hoor. Ook Betje. Uit de standaard situatie maakt hij 2-0 voor Cambuur. Lukoki weg. Geen buitenspel. Lukoki. Met een open kans op 3-0. Als je vraagt van wat was het dieptepunt van dat seizoen, dan zou ik toch wel zeggen dat Dwight Lodewegers een contractje bij onze goede vrienden 30 kilometer verderop
had getekend. DKV is natuurlijk een begrip in Leeuwarden. Het is 30 kilometer verderop. En 30 kilometer verderop van Leeuwarden, daar ligt Heerenveen. Op het nieuws zie je die beelden dat hij bedreigd wordt zelfs. Hè, dat ze over de hekken klimmen. Dat is niet goed te keuren. Maar ik begrijp dat. Want ik had zelf ook het gevoel van, wat maak je me nou? Het is echt verraad. Het is echt een mooi huwelijk heb je met elkaar. En op een bepaald moment ligt er een briefje op tafel van, ja joh, ik ga toch naar de buurman. Henk de Jong die zei nog tegen me van, Dwight, dat dit loopt uit de klauwen, zo zegt ik. En ik nog heel naïef van, maar hoezo dan? Mijn contract loopt af. Ah, hij zegt, dat gaat niet op. En dat explodeerde inderdaad. En dat vond ik heel erg jammer eigenlijk. Ook achteraf nu ik erop terugkijk. Het is jammer dat het gebeurde. En dan is Dwight weg en dan sta ik er weer voor. Ik zat nog op een cursus, dus het mocht. We kregen dispensatie. En we hebben de eerste wedstrijd Utrecht verloren. Heel onterecht, 1-0 volgens mij. Toen spelen we uit NEC 1-1. We kregen een rode kaart, we hadden blessures. Een paar dagen later moesten we spelen Vitesse met Bos. He, en die hadden een fantastisch team. He, we hadden haast geen spelers. Dus. Ik zei tegen Sander en Jan, ik zei, wat moeten we? We gaan vol op de aanval spelen. Dus we hadden bijna op alle posities in het team hadden we aanvallen staan. Misschien een van de mooiste wedstrijden die Cambuur ooit gespeeld heeft. We winnen met 4-3. Toen bleven we erin. Dus toen was die druk weg. En toen mocht ik zelf trainer blijven. Heb je een paracetamolletje voor me? Wat even, maak even een duikje op hoor. Hé jongen, zeg eens. Hey, heb je een paracetamolletje voor me? Ja, ga je voor je pakken, ja? Oké, ja. Jongen. Nou ja, ik ben toen gestopt. Mijn laatste club was Sparta. Toen kreeg ik de kans om stage te gaan lopen in Veenhuizen, in de Baaiers. Vanaf dag 1 heb ik me daar thuis gevoeld. Gaven mensen me het gevoel van, je bent welkom. Het allermooiste hier is dat je gewoon met zoveel verschillende mensen omgaat. Verschillende nationaliteiten. Daar moet je zelf ook maar weer mee omgaan. Maar die combinatie die vind ik gewoon hartstikke leuk hier. Ook in de gevangenis moet je gewoon normaal doen. Gewoon jezelf blijven. En moet je ook niet denken van, ik ben hier nu de baas en ik ga nu hier bepalen. Ook niet tegen bepaalde gedetineerden, want daar bereik je helemaal niks mee. Ja, het jaar dat was gewoon echt fantastisch. Met het publiek erachter, 12e man. Ja, wat een beleving, hè. Op een gegeven moment na de winterstop hadden we het echt voor elkaar, hè. En als je dan het veld op kwam, dan had je gewoon al het gevoel van, er moet heel veel iets geks gebeuren, willen we hier gewoon verliezen. En we hebben nooit over Calimero gehad. We hebben nooit over dat we kansloos zijn of dat we de kleine club waren. En wij moeten maar blij zijn dat. Ik heb gevoeld dat er een ploeg stond en die wilde graag. En die werden geholpen door het publiek. En dat was een prachtige combinatie. Een nieuwe periode voor Cambuur. Hier hunkerde Leeuwarden naar. En dat sloeg over op ons. En vooral die derby's, die hebben...
ongelooflijk veel impact gehad op ons. In die tijd hadden wij nog een schuld van rond de 5, 6 miljoen. En nu zitten we vrij kiet. Kijk, het geld wat nu vrijkomt, dat kan ook, denk 80% weer terug in de spelersgroep. En dat hadden we toen niet. Toen zaten we echt van dubbeltje op eerste rang. En dan ga je eraan. Dat publiek hier, dat is gedraaid. Die voelen nu ook dat wij iets in handen hebben. De volgende stap is het nieuwe stadion. Nog weer een jaar overleven. Ik hoop dat we dit jaar opredden. Nog weer een jaar overleven. En dan moet dat stadion er zijn. Want dan kan Cambuur voor altijd in de Eredivisie blijven. Want dan ontstaan er veel meer mogelijkheden. Nou, en dat weten de mensen nu ook.